Jongens, een nieuwe week, een nieuwe Gamers at Gear. Welkom terug, jongens. Jongens, de nieuwste tech gadgets en gear. Je ziet het als eerst bij Gamers.nl, waar we bespreken vandaag een muis uit 2004. Nee. De origin van de Razer Diamondback ligt echt in 2003, 2004 of zo. Ergens. Maar het is mooi toch dat ik jou dat nu geef. Ja, thanks. Wat een synergy ook weer, joh. Die twee. Die twee van Gamersnet, die zitten zo in elkaar. Hive mind, jongen. Hive mind. Maar de Diamondback, de Chroma. Ja. Van Razer. Ja, hij is terug. Dus, we hebben hem al geunboxed en we gaan hem ook nog weggeven. Maar we gaan hem weggeven. Goddondertje. We gaan hem weggeven. Een muis van 100 euro die we zomaar wegpasen. Ja, dat is wel leuk. Hou Gamers de komende tijd in de gaten, want we gaan hem ergens de komende tijd weggeven. Zeggen we niet wanneer, want dit moet je elke dag komen. Precies. Dat is eigenlijk dat is de truc. Zo krijgen wij bezoekers. Maar dat is hij. Er was veel vraag naar Razer product. En we hebben Razer bereid gevonden om ons te helpen. Ja, en dus ze sturen meteen twee nieuwe producten op. En dit is er eentje van de Razer Diamondback Chroma sinds oktober op de markt. Dat is eigenlijk leuk, want de Diamondback is heel legendarisch. Dat was eigenlijk de eerste muis bedoeld voor de e-sport en de gamer. Die had destijds 1600 dpi. Dat was dan kei nieuw, kei veel dpi. Wauw, ja. Wat is hij precies? Dat was in 2003, 2004 zo ongeveer. In 2007 is het model verdwenen bij Razer en nu in late 2015 is hij weer terug. En nu is het 16.000 dpi, chroma lichtjes, het oude model, oude feel. 1000 hertz, ultra polling, eigenlijk is het een technische vooruitgang ten top. The Return of the Legend. The Return of the Legend. Zo noemen ze het zelf. Ja. Het is natuurlijk wel een simpele muis. Laten we eerlijk zijn, het is niet een muis met 150 knoppen. Het is eigenlijk, en dat is ook weer eigenlijk een beetje die legende. De Razer Diamondback had nooit honderden knoppen. Nee, die had er volgens mij gewoon twee. En een scrollwiel. Ja. En uiteindelijk hebben ze daar later andere dingen mee gedaan. Maar nu is het eigenlijk ook maar, je hebt een linkertoets, een rechtertoets, een heel fijn scrollwiel moet ik zeggen. En twee zijtoetsen aan beide kanten. Plus het is geen ergonomisch design, maar het is een MB. Dexterous design, wat wil zeggen dat hij zowel links of rechts handig is. Ja, want hij is gewoon hetzelfde. Ja, hij is symmetrisch. Ja. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. De vier extra knoppen dus. En waarom vind je het scrollwiel zo fijn? Ik vind het scrollwiel heel robuust aanvoelen en heeft een hele fijne soort klik, een soort hele fijne feedback zit erin. Dat vind ik gewoon fijn. En dat geldt ook voor de twee main toetsen, hoe wil je het noemen, linker- en rechtermuisknop. En dan komen we eigenlijk ook meteen aan op de mindere punten. Doordat het een heel slik, strak muisje is, vind ik die zijknoppen heel lastig in te drukken. Kijk, je hebt twee ervan zitten makkelijk. Stel, ik ben een rechtshandig persoon. Onder mijn duim kan ik die twee vrij makkelijk vinden, maar ook de feedback is wat minder. En ze zijn toch wat, toch vrij smal. Terwijl tegenwoordig, je hebt best wel ruime, grote gamer zijknoppen op veel muizen. Nou, hier zijn ze een beetje moeilijk te zoeken. Nou, die twee heb je dan, die zijn dan op zich nog wel aardig. Mm-hmm. Maar die twee aan de andere kant, ja, no fucking way dat je die met je pink tijdens een verhitte game sessie ingedrukt krijgt. Ik kom even voor Razer op, want Tom heeft totaal niet gezien waar dit voor bedoeld is. Het is namelijk voor de links. Precies, dat zeg ik. Maar kijk, ze zeggen we hebben 9 knoppen, 9 programmeerbare knoppen op die muis. Die hebben ze ook, maar het is bedoeld voor zowel links als daarom. Rechts. Maar dan alsnog vind ik de knoppen, hij voelt heel goed aan, de muis, in alles, behalve die zijknopjes. Die hebben dan weer een beetje een goedkope klik, terwijl het verder er echt uitziet en het voelt als een fantastische baby. Ja, en hij geeft ook heel veel lichtjes. Ja, dat is natuurlijk de chroma lichtjes, dat is natuurlijk nou helemaal iconisch. En ik moet ook zeggen, Razer heeft tegenwoordig heel veel chroma producten. Ja, hate it or love it. Je hebt mensen die zeggen, de lichtjes maken toch geen flikker uit. Nou, voor andere mensen vinden dat je het wel. Je zou maar op straat lopen, een moordenaar tegenkomen met een geweer. En die zegt, ik wil nu alle lichtjes van de regenboog uit je muis zien, anders schiet ik je neer. Nou, dan... Tot minimaal 16,8 miljoen kleuren, wil ik nu zien. Hier. Hoppatee, dus jij hebt je MacBook bij, racht hem erin en hoppatee. Ik heb geen MacBook meer, hè? Nee, oké, je hebt je MSI-laptop bij en hop, je racht hem erin, alle kleuren van de regenboog. Ik moet wel zeggen, ik vind dit echt de beste afgewerkte Chroma-product tot dusver. Omdat het zo rondloopt. Nou ja, dat doet het eigenlijk altijd, maar deze heeft meer ledjes en een dunner balkje, waardoor het... Echt, je ziet niet dat er verschillende ledjes in zitten. Het is echt één vloeiende regenboog. Ja. Terwijl met andere muizen zie je nog wel eens voor ongeveer waar die ledjes zitten. En dan is er net een donkerder stukje in de streep. Nou, hier is het gewoon één vloeiende regenboog. Echt heel sexy. Als je houdt van een beetje funky lichtjes en houdt van een muisje wat je ook echt aan kan passen, dan is dit wel echt the way to go. Want ook die software die erbij zit, je kunt echt elk ledje zeggen, ik wil dat deze pulseert. Ik wil dat deze reageert als ik erop klik. Die moet een regenboog doen. Die moet van groen naar blauw faden. Dat logo, dat moet dan... pulseren van rood naar paars en de scrollwiel is een statisch groen, maar als ik erop druk gaat die wit knipperen voor 3 seconden. Je kunt alles tot echt in de puntjes perfectioneren en dat is wel echt, ik vind dat heel sexy, want het design is eigenlijk vrij tijdloos.
Maar die lichtjes die zorgen er wel voor dat je altijd de muis aan kan passen op je eigen smaak. Wat gaat dat ding nou voor weg? Dit ding kost 100 euro. 100 euro. Maar daar wil ik wel echt voor één ding op aanhaken. Het is een dure keuze en het is een hele degelijke muis. Maar het is echt een smaakkwestie, want die klikjes, dat moet je liggen. Je moet niet te veel programmeerbare toetsen willen. Want ja, je hebt er eigenlijk maar twee extra toetsen hier die je makkelijk kunt vinden in een verhit game potje. En hij is heel erg licht. En dat is misschien wel echt een minpunt. Het is een muis van 100 euro. Er zijn muizen van, wat hadden we laatst van Trust? Die GXT 155. Ja. Daar kon je de gewichten in aanpassen. En dat is echt een heel erg budgetair muisje. Dit is 100 euro. Er zijn veel goedkopere muizen die zwaarder zijn en waar je nog het gewicht aan kan passen. Dit is gewoon licht en dat is het. Ja, je kunt misschien proberen een lode plaat aan de onderkant te plakken of zo, maar het is echt een heel licht design en daar moet je van houden. Dat is, ik vind dat persoonlijk, ik kon daar wel overheen komen op een gegeven moment, want ik ben ook een zwaardere muis gewend en op een gegeven moment wen je er toch aan. Maar stel je bent echt iemand die echt zo'n blok massa wil verspreiden, dan is dit toch lastig. Oké, duidelijk verhaal. Ja, alsjeblieft. Check Gamersnet. Kun je winnen. Oh ja, die kun je binnenkort winnen. Dat wist ik nog niet. Moet je elke dag even refreshen. Ja, ik zou het. We geven hem weg in een minuut, hè. Dus je moet er snel bij zijn, anders is hij vergaan. Ja, dus doe dat. De Diamondback Chroma van Razer.